We hebben vandaag een race gedaan voor Atlas. En de deelnemers moesten met een fiets van A naar B. En wij moeten dat in beeld brengen. Nou, dat was vrij heftig, want die wegen hier zijn niet zoals in Nederland helemaal mooi strak, maar allemaal keilen en hobbels. Het is vrij lastig om de camera dan steady te houden, maar gelukkig hadden wij een hele goede chauffeur. En ik had door het raampje contact met hem en vertelde precies of we dichterbij moesten, iets verder af, wie ik in beeld wou. Maar er is een Surinaamse man achter het stuur, dus de communicatie ging niet helemaal vlekkeloos, maar goed. Het is zoals altijd weer gelukt. We zijn met 3 cameramensen. 2 in de pick-up trucks bij 2 verschillende teams. En de andere cameraman, losse cameraman, filmde gedurende op vaste punten dat ze langskwamen. Of bij de verschillende stops. Het lastigste voor een cameraman is het volgen van kandidaten door de jungle. Een onbegaanbaar pad, allemaal boomstronken, diepe kuilen, water. Dat is gewoon ontzettend lastig, want je wil ze het liefst in het gezicht filmen. Dat betekent dat je dus als cameraman achteruit moet lopen. En dat is gewoon super lastig, want je hebt ook nog een geluidsman. Die zit met een kabeltje aan de camera vast. Dus als je, moet je met z'n tweeën door de jungle achteruit lopend de kandidaat in beeld brengen. En als het dan ook nog eens keihard gaat regenen, is het chaos compleet. Het is fantastisch om een programma als Atlas te doen. Als cameraman is dit echt wel een van de dingen die je heel graag wil doen. Want je komt op plekken waar je normaal gesproken nooit komt. Goudmijnen, diepe jungles. Dus, en leuke kandidaten. En de crew is ook te gek. We zijn met zoveel leuke mensen. En het is echt een voorrecht om dit te mogen doen.